had moeten doen. Dat is winnen met minstens 2 doelpunten verschil. Het gaat heel moeilijk worden. Misschien wel Mission Impossible, maar we zijn klaar om deze uitdaging aan te gaan in een mooi stadion tegen een mooie club. Dus het gaat wel een mooie wedstrijd worden. I will ask the same question again in English for the Scottish journalist. How do you look forward to the probably difficult game tomorrow, or will it be a rather easy game because it's quite easy what the task is? No, it will be very difficult task to come here and win with at least two goal difference. I know they haven't lost in a very long time, so it will be quite a challenge. But we know what we need to do, and that's try to come here and win the game. And hopefully it will be a beautiful game. And at the end, hopefully we'll go home with a good result. Okay, thank you well. Goed, als jullie een vraag hebben, steek dan fysiek uw hand omhoog of doe dat via het knopje. Mish, jij hebt een vraag. Jij kan je unmuten en stel die vraag maar. Hey Jordan, goedenavond. Met Lazio heb je ooit in de Europa League op verplaatsing op Dynamo Kiev met 2 goals verschil gewonnen, waardoor dat jullie uiteindelijk maar naar de kwartfinale gingen. Weet je daar nog iets van en kan je die ervaring morgen gebruiken? Ja, het was een mooie wedstrijd. Het was toen heel koud. En ik herinner me ook die wedstrijd omdat Mbokani was toen nog bij Kiev. Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik denk niet dat we ons op een speciale manier hebben voorbereid. Gewoon iedereen was vastberaden en wij wisten wat we moesten doen. We zijn daar gaan gewoon om die wedstrijd te winnen. En zonder druk, en we hebben gewoon in onze kwaliteit gespeeld. En ik denk, als we rustig kunnen blijven en de omstandigheden juist zitten en wij doen wat we moeten doen, dan kan er van alles gebeuren in voetbal, weet je nooit. Ik weet niet waar dat is. Nee, geluid is perfect hoor. Geluid is perfect. Volgende vraag. Wie heeft er een vraag? Diederik, jij kan jezelf unmuten en je vraag stellen. Doe maar. Ja, Jordan, nog voordat de persbabbel begon, vroeg je je af, ja, waarom zitten we hier en niet in het stadion? Ja, jullie trainen ook niet in het stadion. Is dat een nadeel richting morgen? Nee, niet echt. Met Lazio was ik gewoon om op ons eigen complex te trainen. Want onze trainer, Inzaghi, traint liever. Enfin, toen we Europa League speelden, alleszins, hij trainde liever gewoon op Formello. Dus het is al iets dat ik gewoon ben. Maar in een stadion trainen is gewoon altijd iets leuker. Oké. Nog vragen? Ja, Diederik, je hebt er nog eentje. Ja, spelen jullie zonder druk? Nu dat je toch spreekt van Mission Impossible, kan dat helpen om zonder druk te spelen en dan misschien toch voor iets ongelooflijk te zorgen waar je misschien aan denkt, omdat het eigenlijk niet kan? Druk, ik weet het niet, omdat het eigenlijk een soort van nieuwe, een nieuwe situatie is voor de groep. Dus ik denk niet dat... het is de eerste keer dat veel spelers in onze groep zoiets meemaken. En ja, er zijn eigenlijk ook geen supporters. Dus, en het is een uitwedstrijd. Dus eigenlijk voel je geen druk van buitenuit. De enige druk die er is van de groep zelf om echt te proberen te presteren, laten we zeggen. Maar voor de rest denk ik niet echt dat er veel druk is. Oké. Mish, jij had ook een vraag, zeg ik. Jordan, hoeveel kans geef je Antwerpen, puur objectief bekeken? Het is niet hoeveel kans ik onze ploeg geef. Het is gewoon, we komen hier en we weten dat we moeten winnen. Ik denk niet dat er een ploeg ergens naartoe gaat om te verliezen. Dus dat is mijn antwoord. We zijn hier gekomen, we komen spelen en we gaan proberen winnen. Oké. Before we make the change to Max Le Marchand, maybe, Jordan, you can... We kept the last question. How many chances do you think we will have?
it's not about the chances. We know that we have to come here and win if you want to go through to the next round. So what we have to do is tomorrow try to perform and give it our all to try to bring home the result and go through to the next round. Simple as that. Okay, thank you, Durban. The volume is much short. Okay. Hi. Max, je commence avec la première question. Ça va pas être facile, mais on peut aussi dire que ça va être très facile parce qu'on sait qu'on doit faire. Oui, oui, exactement. On sait ce qui nous reste à faire sur le terrain. On sait qu'on doit gagner ce match avec 2 buts d'écart et voilà, on sait qu'on va devoir attaquer, on va devoir faire des choses corriger les choses qui n'ont pas été la semaine dernière. Et c'est comme ça qu'on aura un résultat. Okay, Max LeMarchand explained that it is in fact easy because the task is easy to be described. There are things that did not go very well last week or not according to plan, and that is very clear what has to be done about that. So all focus on tomorrow with the aim of scoring at least 2 goals more than the opposite side. Mich, jij hebt een vraag. Stel je vraag. Bonsoir Maxime. Avec quel sentiment attendez-vous ce match? J'ai le sentiment que ça va être difficile. On sait très bien que c'est une très bonne équipe. Mais on sait un peu déjà à quoi s'attendre. Et je pense que tout le monde ici dans le groupe, on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose. Si on corrige les choses qui n'ont pas été, je pense qu'on croit tous à cette qualification malgré la difficulté. Okay, I recapitulate very shortly. There's a strong belief that there's still something possible tomorrow. If not the same mistakes are made than last week. Zijn er nog vragen voor Max LeMarchand? Zo niet, dan haal ik coach Frank Verkouteren binnen. Diederik, jij hebt nog een vraag, zie ik. Bonsoir Maxime, est-ce que c'est un désavantage de ne pas entraîner sur le terrain de demain? Oui, c'est un petit désavantage. Oui, c'est vrai que moi, quand j'avais fait de l'Europa League, c'était toujours important de s'entraîner la veille dans le stade pour avoir les repères et pour pouvoir un peu visualiser les choses. Donc c'est un petit désavantage effectivement, mais bon voilà, c'est maintenant c'est comme ça et on doit s'adapter. Ok, Max LeMarchand explained that it's not in the advantage not to be able to train in the Ibrox Stadium, but it is what it is. So all focus on tomorrow. Okay, we gaan over naar coach Frank Verkouteren. The Newport, I think, an Andy Newport has a question. Oh, is there a still question? Yeah. No? Andy. Andy, okay, sorry. Hi there, sorry. Can I just ask, obviously, Rangers have only conceded 9 goals in the league, the Scottish League this season. But obviously you guys managed to score 3 last weekend. Are you confident that you can break down a defence that has been very tight this season and get the victory that you need? Je réponds en français, ouais. Oui, c'est vrai que c'est une bonne défense. Après, on sait que nous, on a pu marquer 3 buts, on aurait pu même avoir plus d'opportunités. Donc, on sait comment un peu déséquilibrer cette équipe, mais je pense qu'ils vont travailler quand même là-dessus. Nous aussi, on a pris beaucoup de buts et on a travaillé dessus. Donc, ça va être à nous de trouver les solutions pour encore marquer ces buts qui nous sont importants. Donc voilà, en plus, je ne sais pas si Tavernier sera absent, mais c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à l'équipe et on sait que peut-être sans lui, ils seront un peu plus en difficulté. Ok. It's very clear that Rangers is a very good defensive block, as we said, with the 9 goals, only the 9 goals conceding. But last week, we proved that
were able to dismantle the defensive side by scoring three goals, which we did last week, and even created even more possibilities. So we think there is something possible. And with the absence of Tavernier, maybe even more possibilities might arise. Okay, thank you. I want to thank Max for his presence. Thank you. Go over to the coach. Thank you. Ja. Goed. Na Jordan Lukaku, Maxime Le Marchand, nu onze coach Frank Verkouteren. Frank, hoe kijk je uit naar morgen? De opdracht is heel eenvoudig, namelijk twee keer meer scoren dan de Rangers. Maar zo eenvoudig zal het in de praktijk vermoedelijk niet zijn. Nee, je kan natuurlijk blijven stilstaan bij de voorgaande matchen, het resultaat daarvan. Ik denk alleen dat we moeten daar de lessen uit trekken in de zin dat we zeker en vast iets moeten doen op defensief vlak dat beter is dan in de heenmatch. Maar dat we langs de andere kant ook offensief hebben laten zien dat we ze kunnen pijn doen. En deze balans of die balans moeten we morgen zien te vinden. Dus wat dat betreft is duidelijk. We moeten scoren. Hè. Hoe, wat, wanneer, dat is niet zo belangrijk. Maar ja, we gaan wel initiatief moeten nemen. En wat we ook in de heenmatch al gedaan hebben. En dan zien wat de beste manier is om doelpunten te maken en er geen tegen te krijgen. Dus we kennen de moeilijkheidsgraad. We weten dat zij natuurlijk het beste resultaat hebben en de favoriet zijn. Maar we gaan ons zeker en vast niet neerleggen. Integendeel, we gaan blijven geloven in het feit dat we ook... Dat we nog iets kunnen doen. Als zij dat bij ons konden, waarom zouden wij dat dan hier niet kunnen? Okay, I will redo this in English for the Scottish journalists. The task at hand is quite easy to describe, namely scoring two goals more than the opposite side. But the task at hand on the field, on the pitch, will be very different. How do you look forward to changing the odds for tomorrow? We have, of course, to take the reality, and that's the fact that we lost and that we have to score two goals more. So knowing these difficulties, knowing also the quality of the opponent, we know what we have to do. That means get less goals than the one we got or the number we got in the first game. But we showed also that we can score, we can make it Rangers very difficult. So we have to try to find the balance between this very good defending and not getting too many goals, because the more we get, the more we'll have to score. But still believe, still get, keep, stay hopeful and believe that we can still do something. So finding this balance between these two things, very good defending and attacking, scoring, in which way, how, when is not so important. But that we need initiative, that we need to attack, that's clear. And we know they are favorite, we know their qualities. But in football, I mean, everything is possible. So we'll see tomorrow that we do the maximum. And then if we are beaten, we can only be beaten by a better team. And that we will see tomorrow on the field. Okay. Dan vragen staat vrij, zolang u uw hand omhoog steekt. Mich, jij was de eerste. Stel je vraag. Dank, goedenavond. Zonder SEC achterin, dat is een nieuw gegeven. Hoe ga je zijn afwezigheid proberen opvangen? Ja, ik denk dat we achteraan niet zoveel, alleen centraal dan toch, niet zoveel mogelijkheden meer hebben. We hebben ook Dylan die nog gekwetst is, die de laatste dagen had meegetraind, maar die zich ook niet helemaal fit voelde. Dus we zullen terug moeten gaan naar Richie centraal en dan zien hoe we de andere posities invullen. Maar veel overschot blijft er daar niet. Of we moeten jongens van het middenveld terughalen, wat wel kan. Maar die optie, dat is niet de prioriteit. Oké, next question is for Andy Newport. You can unmute yourself and ask. Hi, Frank. Hi. You said last week that you were sad that there wouldn't be any fans in the stadium for the game tomorrow night.
Rangers have only lost once at home in Europe under Steven Gerrard. Do you think having no fans will make your job of becoming the second team to beat them at home an easier task? No, not at all, because you don't play against the fans, you play against the team. But I know also for us, when we see our games with fans or without, sometimes they can help you, sometimes they can push you, sometimes they are helping you. And secondly, in playing in such an atmosphere, it's what every football player or coach wants to do. So that's why I say this pity. But I don't think it will change anything. We know the qualities of Rangers. We know their qualities at home, especially. So it doesn't change that much. It's only a pity for the general thing. And maybe this little push they can also get from the public. Let's hope that they will miss that. Can I also just ask you, you're obviously training at the training ground today. Have you got any concerns over the state of the pitch at Ibrox? No, but it was a demand of Rangers. They had the opportunity to say you cannot come, or if we were allowed to train on the main pitch, it had to be on a little part, not the training that we wanted. And I'm a football fan. So football fan means I want to protect my facilities, my field, to play the game on. So I'm not there to demolish a field with respect to the opponent, with respect to myself and to my players, because we want to play in the best conditions. That's why we are here. So it's a global thing. And I think when there is a demand of the other club as a professional, you have to understand that we would also not like to the other team to kill our field. And I want the best conditions possible. So that's why we are here. And as training is the day before the game, not so important. We will feel the atmosphere tomorrow. Okay. Paul Vilbraak, next question. David, jij mag je vraag stellen. Unmute yourself. Goedenavond, Frank. Is Byron Vand klaar om te starten of hoe is het met hem gesteld? Ja, dat weten we echt niet. Dat zal tot morgen wachten zijn. We hebben hem meegenomen. De vraag was natuurlijk, wat doen we met hem? Het is in alle onzekerheid. Dus voorlopig komt hij nog niet in aanmerking. We gaan nu straks zien op training wat hij al kan en niet kan. Hij is ook nog extra behandeld. We willen dan alleen bij ons hebben om te zien of het donderdag eventueel toch niet zou gaan. Dus wat dat betreft is de situatie dat hij voorlopig er niet bij is, maar dat we hopen dat dat binnen de 24 uur of iets meer toch nog kan. Oké. Volgende vraag. Mis, jij had ook nog een vraag, zeg ik. Ja, doe maar. Frank, heb je geen doelpuntje in ruil gevraagd om uit te wijken naar dat oefenveld? Nee. Twee, drie keer scoren tegen een ploeg die amper goals tegenkrijgt. Heb je een speciaal plannetje daarvoor? Of spiegel je toch op dat vlak aan die heenmatch, waarin dat jullie ook wel met een beetje geluk 4, 5 keer hadden kunnen scoren? Ja, ik denk dat we beide moeten doen. Ik denk dat je eerst moet uitgaan van wat we heel goed gedaan hebben tegen hen om te scoren, om kansen te creëren. Dan moeten we in staat zijn van dat terug te herhalen of daar tenminste aan te werken. De tweede moet je nog een plannetje hebben om te proberen ze toch ergens te verrassen en op aanvallend vlak nog meer pijn te doen. Dus laat ons zeggen dat een combinatie is van de twee die we gaan opzoeken en die we moeten verwezenlijken. Oké. Zijn er nog vragen? Are there any questions? Because we're about to start training. Is there a last question? Laatste vraag. Mish, laatste vraag nog? Ja, Frank, in de Schotse pers verschenen de voorbije dagen wel een pak artikels waaruit blijkt dat ze Didier, gezien zijn verleden, wel eens zouden kunnen uitdagen. Heb je hem daarop voorbereid of zo, of op aangesproken? Nee, maar ik denk dat hij wel volwassen genoeg is om zich niet te laten misleiden of om in de val te trappen. Dus ik ga daar niet zoveel tijd aan besteden. Hij weet dat altijd, of het nu tegen Rangers is of iemand anders. Je hebt natuurlijk soms tegenstreden zich wel soms die dat een beetje anders uitspelen, laat ons zo zeggen. Maar hij weet dat elke match, en dat herhalen we hem ook. Hij moet voetballen. En al de rest, ik zou zeggen, hij moet antwoorden met voetbalgestes en prestaties en efficiëntie en met uitschakelen van een tegenstrever en dan te zeggen, ja, jij probeert mij te beïnvloeden. Maar dat heeft geen enkel gevolg voor mijn ding. En dat is de focus die hij altijd heeft en waar we altijd aan werken. Bezig zijn mee. Wat dat je moet doen en niet met externe zaken of met emoties of frustraties die een tegenstrever eventueel zou kunnen,
zou kunnen proberen te brengen. Je zegt hij moet voetballen, maar hij moet wel in de eerste plaats scoren, zeker? Ja, nee, van mij mag hem ook 5 keer doen scoren. Hè. Dus wat dat betreft mag hem ook 5 assists geven. Oké. Okay. Are there any questions of the Scottish journalists? If not, we will start our training at the training ground. Thank you for watching in. Dank je wel voor mee te doen aan deze persconferentie. En maak er iets moois van in de pers. Dank je wel. Have a nice evening. Dank je. Thanks, guys. Thank you. Okay. Thank you.